Ja, we zijn onderweg naar het geboortedorp van José María Jiménez. Java, ja. Dat was eigenlijk een beetje de Pantani van Spanje. Ontzettend getalenteerde klimmer, maar ook een levensgenieter. Hij won wel 4 keer de bergtrui in de Ronde van Spanje en op verschillende etappes. Hombre, pues es una historia muy bonita. Ha sido un gran ídolo. Era extraordinario. O sea, era muy bueno, muy buen escalador. Mensen noemden hem ook wel een kunstenaar op de fiets. Maar hij hield ook van de andere kant van het leven. De kant van het uitgaan, de drank, de drugs, de vrouwen, de snelle auto's. En daar is hij eigenlijk ook aan ten onder gegaan. Het is wel mooi. In zijn dorpje kent natuurlijk iedereen elkaar. En iemand die hoorde die naam José Jiménez vallen. En die zei gelijk, ja, daar is een broer, daar is een broer. En die heeft iets tegen ons gezegd. We konden het niet helemaal verstaan. Maar we moesten in de auto stappen en we rijden nu achter hem aan. En ik ben echt ontzettend benieuwd waar we nu terechtkomen. Lo saberle traducir en homenaje a mi hermano. Pues José María era una persona sencilla, formal, muy normal. Fue también un gran deportista que animaba mucho a la afición al ciclismo porque corría de una forma diferente a la que se hace hoy. Era una persona que corría más bien con el corazón y con los sentimientos, que no hacía un ciclismo más constante y calculador como se hace hoy. Hier, twee grote passies, kunst en wielrennen, die komen hier samen. Een klein dorpje in Spanje. Je ziet echt wel dat er nog heel veel liefde is voor zijn broer. Overal staan nog schilderijen, foto's. Kijken die ook. Moet hij lang aan gewerkt hebben. Esther Zule, Ulrich, Induray, mi hermano. I think Chava was most charismatic, but it was more within the Spanish community. Pantani, because of the tour, it made him more like a worldwide image. But Chava was more like, the tour was not his forte. I think the Vuelta was his forte. Pero que se cuidaba mucho, con todo lo que luego ya han hablado, que si no se cuidaba, a la vista ha estado. Una persona que no se cuida no hace lo que él hizo. Voy a decir, pero el hombre por cosas, circunstancias de la vida, se murió y nos quedamos sin él. Y lo hemos sentido mucho, mucho, mucho el pueblo. Ja, het is wel echt mooi om te zien hoe die hier herinnerd wordt. Zo dient men grote helden te herinneren, vind ik. Hij kwam alleen op een dramatische manier aan zijn einde. Hij had last van verslavingen, van somberheid. En uiteindelijk is hij overleden aan een hartstilstand in een psychiatrische kliniek. Maar hier leeft hij nog steeds. Skoda, supporter van Filemon on Tour.